Dan gaan we nu naar de Chubby Whataburger Faces. Oké. Ik moest het even doen. Tony Schiavone was weer met Britt Baker. Wat vond jij van Britt Baker deze week, Eike? Leuk. Goeie promo. Ze begint er steeds meer in te komen. Ja. Moet ik het zeggen? In het begin, ik heb altijd in het begin bij haar promo's echt iets van, waar gaat het heen? Maar ja. Echt na die Whataburger line, echt, dan ging ze wel los. Dan ging ze echt los, tegen de crowd ook. Grappig. J.R. vond het sacrilegious, zei hij. Was ook nog een Whataburger chant. Oh ja. En ze deed dan nog de Texan Horns sign upside down. Dus ja, wel gelachen dit keer om Baker, dat wel. Ja, perfect. Oké, ja, top. Gaan we gelijk weer door naar de AEW Women's Title Match. Boom. Ja. Rio, de champion, verdedigt tegen Nyla Rose. En ik moet zeggen, dit was mijn favoriete match van de hele woensdagavond. Ja, voor mij ook. Het was ook ik begrijp Tim zijn rating echt niet en ik hoop dat hij terugkijkt. En het niet aan mij ligt, maar ik vond het echt een fucking goede match. Ja, ik had echt genoten. Ik vond het echt leuk. Ik begin even gelijk dan dat Nyla dan gewonnen heeft. En dan leg ik even daarna even mijn uitleg erop. Nyla wint eigenlijk dan dus de match. Na wat kickouts van een aantal diving double stumps. Raakte daarna de Beast Bomb en won. Wat had jij gedaan als jij... want ik heb hier wel even wat vragen over, zeg maar. Of mezelf ook. Maar wat zou jij gedaan? Had jij Rio laten retainen of had Nyla gewonnen? Ik snap volledig dat Nyla hier de title bent. Ik ben geen fan van haar, maar ik snap de beslissing. En ik had het misschien ook gedaan. Ja. 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 Rio zat... Rio haar matches zijn hartstikke leuk. Ze weet elke keer wel weer een leuke match neer te zetten. Dat ze meteen weer de crowd heel goed achter zich krijgen. Mm-hmm. Maar ze zat wel een beetje op een doodspoor terwijl ze champion was. Ja. Ja, kijk, voor mij is het een beetje 50-50, want ik vond deze match zo leuk dat ik eigenlijk midden in de match dacht van, want ik had wel verwacht dat Nyla zou winnen. En vooraf was er niet zo erg blij mee. Maar echt tijdens de match had ik echt zoiets van, godverdomme, laat alsjeblieft Rio winnen, weet je, want dit is echt zo'n leuke match. En die, ja, ook die match tegen Sakura was ook leuk. Die eerste Dynamite tegen Nyla was ook leuk. En de crowd is altijd echt erin, dus ik had er helemaal zin in. Ja, Nyla wint dan. En ik heb wel zo'n idee dat als Nyla vaker is, zeg maar, en zulke matches ook heeft tegen een Statlander, tegen een Shida of wat dan ook, ooit misschien weer een rematch tegen Rio, dat ik daar echt gewoon weer echt wel naar uitkijk. Na deze match. Deze match heeft wel wat geholpen, vind ik dat wel. Ja, ook richting Nyla. Niet zozeer dat ik nog fan van haar ben of zo, maar. Maar deze match was wel. Als dit vaker gebeurt, dan heb ik er wel zin in, zeg maar. Ja, het was gewoon een hartstikke goede match bij Delivered. En ik ben wel benieuwd wat Nyla nu gaat doen met die title. Dus dat hebben ze goed gedaan. Ja, inderdaad. En Nyla was ook even nog backstage na de match voor de celebration eigenlijk in principe, maar die was er niet, want Tony Khan gaf eigenlijk een wee knuffel en Omega die mompelde eigenlijk congratulations. Nyla die wilde eigenlijk ook bubbly hebben en grapes en zo, maar het was allemaal niet voor haar. En Leva Bates stond eigenlijk heel leuk te applaudisseren, dat is wel grappig, maar de rest die keek een beetje toe. En ik vind het wel leuk gedaan, zeg maar, dit. Een beetje een soort van dat niemand echt Nyla mag of zo, of haar als champ wilt hebben, of iets in die richting. En zoals ik net zei, met wat Nyla kan doen met title matches, defenses, zeg maar, heb ik hier eigenlijk wel zin in achteraf.
Maar als ze een beetje dit met deze kant op gaan, dat niemand eigenlijk haar als champion wil hebben of whatever, ik weet niet hoe ze dat willen gaan doen. Dat Omega niet echt blij is, Tony Khan die maar heel kort even een knuffel gaf of zo, en dat was het. Ik weet niet wat jij nog vindt hiervan. Ja, ik vond het niet zo bijzonder eerlijk gezegd. Het was wel leuk, maar dat was het ook. Okay. Ik ben benieuwd naar wat ze gaan doen, inderdaad, wat jij zegt. Oké, ja. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een beetje mijn kijk op deze match, in zijn geheel. Nee, dat snap ik.